En dat doe je dan in die saus dompen? Ja. We staan lekker te wachten op de rest. Wat ben jij aan het doen, Eline? Oh! Kan ik niet schieten? Schieten? Maisdoolhof. Nee! Oh, nee! En vandaag is onze lieve Madelief de dagbepaalster. Ja. En wat gaan we vandaag allemaal doen? Naar opa en oma. Ja, dat kies jij. Zullen we opa en oma op visite? En als het gaat regenen, dan gaan we naar de bioscoop. En als het niet gaat regenen, gaan we naar Bosrust. Bosrust wil jij, ja. En nog iets, hè. Wat gaan we nou als eerst ontbijten? Eten, lunchen. Ontbijten gaat niet, want uitgeslapen. We hebben uitgeslapen. McDonald's. Vanavond eten bij. En vanmiddag eten bij? McDonald's. Papa leuk? Nee, maar ja, jij bepaalt de dag, dus dat mag. Ja. Anders doen we dat niet tussen de middag. We hebben het één keertje eerder gedaan tussen de middag. Ja. Met die kleintjes een keer uit school. Niet meer dat ik me dat herinner. Toen was het in de vlogperiode. Mama, oh. Toen gingen we tussen de middag naar de Mac. Ja. Ik had toch gezien op jou. Mama! Dat is ook heel goed. Ja. Ja. Hebben we nog nooit gedaan. We hebben de vlog hebben het één keer gedaan. Dus waar gaan we nu naartoe? Naar? De Mac! Yes! Kom! En dan de oma? Ja. Oma. En opa. Naar oma Marloes. Ook even de taart ervan. Naar oma Marloes. Ja. Daar wil ze naartoe. Alleen maar fiets. Hallo junior. Zet hij me even netjes. Mijn junior nagelkerk, hè? Nee, laat maar. Nee, hij wil het. Kom maar samen lopen. Wauw, Jun! Ik wil kruipen. Nee, hij wil lopen. Hij wil lopen. We gaan kruipen en ijsje. Mama, ik wil heel graag dat het gaat regenen. Mama, ik wil heel graag dat met frietsaus. Wil je naar de film dan? Ja, dat kan ook. Dan gaan we naar de film. Dan gaan we niet naar Bosrust. Yes. Dan kunnen we kijken of junior even bij oma kan blijven. Dan houden we die daarna weer op. Ja. Maar mag die heeft niks aan de film. Nou, die gaan twee. Ja, dan moet mama kijken hoe het is. Hoe het met de tijd zit en zo, hè? Met de tijd zit. Ja, dan kijk ik zo even. Ja? Nou, iedereen wil naar de film. Kipnuggets. Kipnuggets. En hoe heet dat zo? Kipnuggets. Dat is wel lekker. En onze chocolate. Vorige keer een kipje. En ijs. Ja, dan moet je maar even iemand meedrinken. Goed? Anders hebben we zo'n fris. Ik met me nu. Nou. Krijg ze echt vanmiddag. Ik weet niet of ze wel een Big Mac menu opdraaien. Ja, oké, als jij Big Mac menu neemt en dan krijg je een frietje op. Ja. Dat is goed, dan kan je hem in nou delen en ook weer drinken dan, ja? En yoghurt. Big Mac menu met yoghurt is dan weer wel heel raar. Ik wil ijs. Toch? Wil je dat? Ik wil ijs. Dan kan je mooi met de knoutje. Ja. En de saus? Zoetzuur. Twee zoetzuur. Ja, mama doet altijd de bestelling in de mobiel zetten. Ja, want anders vergeet ik het. Ja. En dan kun je het mooi invullen, hè? Papa, wat ben je aan het doen? Ik zit gewoon lekker op mijn mobieltje. En jij, wat ben jij aan het doen? Aan het kijken naar jou. Kijk, iedereen, we zitten te wachten op de bestelling. Dus Merel op de mobiel, mama op de mobiel. Oh, mama is aan het kijken van een film. En die zijn allemaal met Junior aan het spelen. Ha! Oh, dat is de stoel van papa. Dat is een nieuwe loopstoel. Nee, het is gewoon een zitstoel. En Guusje laat nu los. Papa en Junior. Hij kan niet op de stoel. Je veter is los, Guus. Ik heb een salade en nou is mij aan het helpen.
Mag je zelf helemaal... Hier is kip. En ook saus. Ja, er moet nog best wel wat komen. Jij hebt een? Big Mac. En dat doe je dan in die saus dompen? Ja. Dat is lekker hoor. Maar die dikke heb ik al anders. Papa. Ja. Hij zit toch de enige in de kamer? Ja. We doen even een lopertje wat we er allemaal van vonden en tussen de middag McDonald's eten en ik vond het niet zo geslaagd. Dat is niet mijn ding. Ik vond het wel lekker, maar ja, het is een beetje te veel voor in de middag. Ik vind het ook wel lekker, maar ook te veel voor in de middag. Nou, ik ben het niet echt gewend, want normaal gaan we gewoon in de avond. Dus nu vind ik het eigenlijk niet zo lekker. Omdat ik, ja, ik ben het niet gewend om in de middag te eten. Dus in de avond vind ik het altijd wel lekkerder. En ik zit echt heel vol. Het is een beetje veel. Ik denk dat we het beter hadden kunnen bedenken dat we gewoon één broodje hadden moeten nemen of zo. In plaats van hele menu's. Dat is een beetje te veel van het goede, hè? En dan vragen jullie allemaal nog om een ijsje, terwijl je allemaal hartstikke vol zit. Nee, ik wil een ijsje. Nee, een ijsje doen we niet. Nee. Junior. Voor Junior hadden we niks besteld, maar Junior eet de restjes op. Ja, voor mij. En die vindt het heel lekker zo te zien. Madelief had dit gekozen. En wat vond je ervan? Goed kijken, hè? Ik kijk, schat. Even vertellen wat je ervan vond. Met je mondje dicht. Kan je het filmen? Eigenlijk was het te veel om te eten. Het was te veel om te eten, maar vond je het wel leuk? En loopt lekker? Goed zo. Nou, ik vond het wel ja, leuk. Maar het was wel heel veel. Ik vond het wel leuk om een keertje te proberen, maar het is te veel voor in de middag. Dus ik zou het niet nog een keer doen. Ik vond het wel lekker, alleen niet zo leuk in de middag. Oh, toch ook niet. Ik dacht dat je het allemaal zo graag wilde. We hebben te veel, ja. Wat jij zei was goed. Wat Sophie zei was het de beste. Gewoon allemaal één broodje. Papa, ik heb het al drie keer gedaan. Ja. En die friet hadden we niet moeten doen. Ja, ik heb één keer. En nu gaan we naar opa en oma. Sst. Nou weet je het helemaal niet. Het is heel goed. Nee. En verwacht hem helemaal niet te staan. De deur ging toevallig open. En nou gaan we als verrassing. Dan gaan we nu filmen wel even op haar dan. Dit is een vlieg. Ja. Sst. Sst. Even wachten. Nee, even wachten. Even wachten. Verrassing! Verrassing! Ja. Die Madelief bepaalt de dag vandaag. Ik wil langs opa. En die wil langs opa Noma. Oh! Dus ja. Goedje! En zij moet wel, hè? Oh, maar is er niet? Hij heeft aan de kapper. Oh, nou dan langs de opa. Dan zijn we langs de alleen opa. Ja, opa is echt zo. Eindelijk rust en dan komt iedereen in. Oh, geen plek meer in de bank voor opa. Nee, oh, dat is opa's stoel. Guusje, nee, hier gaat opa op zitten. Ja. Oh, Madelief weet dat, die komt hier het meest. Oh, dat is fijn. Het boekje. Hier ben je dan. Ja.
Opa! Ja. Opa! Mama, niet vertel eens wat je vandaag hebt gedaan al. Zij mocht de dak bepalen. Ja, kiezen, hè? Zij zijn nog niet geweest. Nee. En dan langs, wilde jij langs de opa en oma. En dan naar Bosrust. En. Speelt er in het bos nog? Nog bij Stroop eten vanavond. Oh. Mosseltjes met papa. Ja, mooi. Wel leuk. Wil je wat drinken? Ja. Ja, maar is die al wel. We staan lekker te wachten op de rest. Dat is wel een nadeel van een groot gezin, hè? Wachten. Ja, wel niet op Bosrust. Ja, maar de lieve bepaalde dag. Dat hoort er dan bij, hè? Ja. Ben jij naar Bosrust? Nee. Oh. Stik leuk, man. Als jullie er zijn, we nu daar stik leuk. Ja, nee, maar als we er zijn, dan willen we daar nog 5 uur lang. Ja, dan zeggen wij, gaan jullie mee? Nee. Ja, dat is altijd. Dan hebben ze een super slechte wifi. Ja. Nou, dan ga je juist spelen. Dat is alleen maar goed. Ook de jongens bij shoppen zeggen, ik wil niet mee. Nee, kunnen we nog langer blijven? Ja. Nee, shoppen zijn. Zo, nou, jij bent sterk. Kijk eens papa naar mij spieren. Papa? Nee, kun jij jullie nog optillen, Guus? Nee. Kijk. Nee. Ik mag je in die hand stampen. Ik kan zelfs de moeder van je. Zo. Ik kan zelfs de moeder van je optillen. Oh, dat ziet er schattig uit. Nee. En jullie kan mij in hand stampen. Nee. Guus, je ook ons optillen? Nee, ik kan jou ook. Dat lukt echt niet. Ik kan jou optillen. Oh, jongens. Ze zijn optillertje aan het doen. Ik kan papa optillen, denk ik. Ja, doe maar. Ik kan niks huis vasthouden. Zo, druk het goed. Ja, de dag bepaalt, hè. Papa kan je niet optillen. Oh. Zo. Nee, papa, ik kan jou optillen. Ja, dat geloof ik wel. Nee. Ik kan papa optillen. Nee. Papa. Kom, we gaan. Papa. Ik krijg een veel plezier. Van. Lekker spelen. Houdoe, opa. Nee. Hier zijn mijn vinger. En nou? Wat moet er nou gebeuren dan? Goedje uitkijken, joh. Nog een keer. Een stap opnemen, man. Echt niet. Kan ik niet. Nee. Morgen gaan we... Wat ben jij aan het doen, Eline? Kijk papa, weet je wat ik kan? Ja, Eline, wat ben jij aan het doen? Kijk. Kun je jas niet meenemen? Nee, het is hartstikke lekker weer. Eline deed dus dit bij mij. En toen deed Merel met de kinderen aan het spelen zijn niet. Maar die wilde bij de halos. En te veel niet. Ja. Lekker wild. Ja, het is heel wild bij. Die heeft zulk dun haar. Ja, je hebt een heel mooie kleur. Ja, dat is. Die heeft pech met haar haar. Maar misschien kunnen we het nog wel doen. Ja. Ah, die had er wel meer op die leeftijd. We zijn nu in België, dus dan moeten we, Belgisch praten. Ik ben ook Belgisch. Geelappers. Wat is dat? Geelappers? Geelappers. Jullie kennen één Belgisch woordje. Ja, want er was iemand op de hockeykamp en daar was een meisje, die sliep bij ons in de tent. Die zei, waar zijn mijn scheerlappen gebleven? Scheerlappen. Oh, botsen ze tegen jou. Dus nu kunnen we ook naar Belgisch. Kom maar, gaan we. Jij ging met jouw hand zo tegen de vliegenmappen? Kijk, hij staat aan. Ja. Papa, junior, ik ben aan het slapen. Nou, ik heb Moddelief gevonden en daar staat ze. Ze gaat nu van de glijbaan. Het is heel zacht. Ik kan naar boven. En wat wil je nog meer doen? Want kijk, ze hebben hier veel dingetjes. Kijk maar even wat je nog meer wil doen. Van die grote. Van wat? Van de grote glijbaan. Zou ik dan daar gaan staan? Ga jij maar erop klimmen, hè? Zo. Nalopen.
Die ging snel, hè? Ziet er ook snel uit. Gaan we nu naar de trampolines? Daar zijn de trampolines, maar het heeft net een beetje geregend. Want kijk, onze sokken zijn ook helemaal vies. Maar we gaan gewoon even naar de trampolines, want het heeft net geregend. Allemaal liefjes allemaal springen. Ze hebben hier heel erg veel trampolines. Daar heb je allemaal. En daar ook allemaal. Maar net zaten hier nog wel kindjes op, maar nu niet meer. Dus we hebben een hele rij voor onszelf. Hij kraakt alleen een beetje. Maar dat maakt niet uit. Ik denk omdat hij heel oud is. Gaat niet zo hard, hè? Anders gaan we veel harder, toch? Ja. Waar gaan we nu met? Springkussen. Waar gaan we nu met zo? Oh. Hij is vies. Kijk maar. Jij sprong hard vanaf. Oh ja. Bah. Omdat het net heeft geregend. Jou gaat het niet. Kijk hoe snel ik kan. Ja, want ik ben veel zwaarder, hè? Ja, kijk. Gaan we eens af? Waarom niet gaan we? Op! Je hoofd komt tegen de camera. Oh. Gaat het? Kijk, ik kom bijna op mijn plek. Niet hierop klimmen, hè? Kom. Dat mag niet. Want anders glijden ze meteen andere kindjes vanaf. En dan komen ze op jou en het doet heel veel pijn. Dus dat mag je niet doen, hè? Kijk, dit kan. Deze kan wel. Moet ik even duwen? Dit is altijd. Ja, ja, zo, maar niet dit. Zo kijken. Jij wilde een balletje, Madelief. Deze is squishies. Maar lief, deze is beter dan die. Als je die. Ik zou deze nemen. Zo'n squishie. Papa, je kan lekker deze. Deze. Ja, ja. Deze doen we lief. Die is leuk. Dat is zo'n stressbal. Maar die zijn. Ze mag zelf kiezen, jongens. Ik zou echt die, maar ja. Deze. Ergens ben ik uit. Dat is een grijpautomaat. Sorry. Oh. Oh, jij wil grijpen. Zoek 1 euro. Maar hier kan je wel altijd iets stoms hebben. Ja. Die zijn wel leuker. Doe maar grijpen, joh. Dat is maar wat jij wil, hé. Jouw dag. Nou, wat ook grijpen. Dan heb je een of andere mislukte auto. Ja. Wat wil je? Er ligt bijna alleen maar auto's in. Ja, welke wil je? Jouw zit hier. Dit is die diamant, hier, die oranje. Het is altijd prijs, hè? Witte kan ook. Ja, ik doe echt maar wat. Oh, doe ik niet? Kan ook. Die witte zijn die jullie. Ja, maar die hebben we niet. Wat is die hebben we niet. Oh ja, die groene dacht ik wel. Kan je niet bij. Je doet die diamant op de Nee, die oranje is het. Doe jij die weer daar? 7, 6. Niks. Die, ja, die mag ik een keer? Mag ik een keer? Oké. Mag ik ook een keer? Jij gaat iets saais. Moet je het zelf doen? Als je het zelf doet, kun je niemand een schot geven. Ik wil een zakje, hè? Ja,
Die oranje. Nee, die blauwe. Doe het niet. Achter. Ja, tik. Nee. Doe het. Dat doen ze echt mee. Nee? Ja. Niks. Geen weer? Maar hij deed niet. Nee. Doe maar liefst niet zelf. Doe maar zelf. Dan kan je het zelf weten. Oh ja, goed zo staan. Die wou je, hè? Wie die? Die wilde ze dus niet. Wie die? Ja, die heb ze nou. Wat is dat? Een lolly, denk ik. Ja. Een ringsnoepje. Ringsnoepje. Oh, lekker. Die is lekker. Zijn jullie ook klaar, papa? Ja, tuurlijk blijven wij bij elkaar. Wil jij dan dit vasthouden? Nee. Waarom niet? Alleen even vasthouden, want anders kan ik niet schieten. Schieten? Maisdolof. Ja. Dat is een doolof, dat is niet schieten. Oh, ja. Dat is door een maisveld lopen. Ik wil jou wel optillen, want jij bent een blote voeten. Ah, gevonden. Ga je naar het maisdoorlof? Nee, wij zijn langs een vluchtweg gegaan. Jij hebt een boekje nodig. Oh. Dat wisten we ook niet. Maar kijk, wij zijn langs een vluchtweg gegaan. Kijk, daar staat hier een bord. Daar staat een bord in. Ja, hier zo. Hier, kijk, hier een bord in staat. Blote voeten. Oh ja. Yes! Blote voeten. Nou, even gaan kijken? Gaan lopen. Ja, dit is mij allemaal mais. Heb ik nog echt nooit gedaan. Kijk, dit is een bal. Papa, ja. Die kant of die kant? Of die kant? We lopen gewoon een beetje. Kijk, hier zit echt een grote mais in. Weet je wat dat is, mais? Ja, hè? Dat weet je, hè? Of niet? Dan laat ik het niet zien. Tadadad. Hoe mais? Allemaal mais. Papa? Ja. Nu heeft iemand mais geplukt. Hij is nou nog een beetje jong. Kan je eten, hè? Durf je er wel in? Straks zijn we de weg kwijt. Of zullen we teruggaan? Teruggaan. Ja? Nou. Ik weet de weg. Oh, jij weet de weg al terug? Oh, wacht maar, lief. Ik ben de weg kwijt. Kijk, dan komt Eline eraan. Floor, die zei, ik kom zo wel. Zo, misschien met de auto. Wil je niet zelf fietsen, Madelief? Nee, ja, dan moet je voor mij. Van jou niet. Ga ze bij jou achterop dan, of in de bakfiets? Ja, ik wil zelf fietsen. Ja, nou zijn we er al bijna. Ja, weet ik. Maar Eline... Nog een lekker naar Junior zitten. Kijk, Junior zit in de bakfiets. Ga maar lekker bij Junior in de bakfiets zitten. Allemaal goede fietsen, hè? Kom maar, lief. Nee. Vind je het leuk in de bakfiets, Junior? Kijk, de brader is opgebrand. Oh ja. Ja, het was vandaag brader hier, maar we waren weg, hè?
Madeliefs dag. En nou het laatste van de dag, hè Madelief. Wat is dat? Naar school. Wat? Naar school. Leuk, hè? Nee, kan jij in de fiets eventjes vloggen? Waar gaan wij naartoe? Stroop. Kijk, moet je wel goed vloggen, hè? Ja, wel goed vloggen. Dan hou je alleen de camera vast. Moet ik ons even vloggen? Nee. Nee, maar je mag niet fietsen en vloggen tegelijk. Oh ja. Ik wel. Nou, we zijn bijna bij de action. We gaan niet naar de action. Oké. Nee, laat maar aanstaan. Doe maar even vloggen. Dat mag wel. Nee, niet zo dichtbij. Iets verder weg. Ja, zo. Ja, jij zit lekker naast Junior in de bakfiets. Daar. Ja. Nou, dat. Nou, wat gaan wij doen, Guusje? Nee, dat. Madelief. Zo kunnen de mensen. We gaan naar de action. Wat gaan we doen? En dan ja, houd hem maar vast, ja. Wat gaan wij doen? Naar de action. Nee, we gaan niet naar de action. Het is jouw dag. En wat gaan we doen? Naar stroom. En wat is stroom? Ja, en wat eten wij daar altijd samen? Mosselen! Vinden wij lekker, hè? Ja! Ja! Junior, ben jij in de vlog? Ja. Eline, ga fout. Hier liggen allemaal schaapjes in de wei. En met wie gaan wij allemaal naar stroop? Mama en Floor, Stan en Cheryl. Nout niet. Die blijft op de camping bij een vriendje eten en logeren. En Merel is naar een vriendinnetje in Oudenbosch. Ja. Dus nu zijn we eigenlijk weiniger dan. We zijn met minder nou. En de schaap gaat meh. Nee, ze doen het niet. Ja. Nee, ze horen maar. Ja. Kijk. Ze komen allemaal hierheen. Ze komen allemaal kijken. Zie je dat? Kijk, ik kan het heel goed, papa. Papa. Ja, doe jij eens? Nee. Er zijn geen lammetjes, hè? Nee. Oh, die ging hard. Ja, schaapjes. Vind je ze mooi? Ja. Zullen we weer gaan fietsen? Ja. Oh, ze komen allemaal. Ja. Ja? Wil jij zijn schaap na? Toch mama? Junior? Oeh, dat is een rare. Vind je het mooi? Vind je het mooi, Junior? Nou, ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gezien in het echt. Zoveel schapen? Ja. Kijk, ze komen allemaal naar ons kijken. Alleen nog maar één schaap. Ja. Mooi, hè? Mooi, hè, de schaapjes, hè? Zullen we verder gaan? Je doet een schaap naar. Oh, ze komen heel dichtbij. Kijk. Oh, meh. Sorry. Junior is aan het stunten. En uit een rietje aan het drinken. Hij snapt het niet helemaal. Ja, goed zo. Goed gedaan.
Ja, we hebben 40.000 abonnees. Allemaal bedankt daarvoor. 10.000 abonnees. Ja, nog 10.000 en dan hebben we 50.000 en dan gaan we naar Euro Disney. Nou, dat zeggen ze elke dag bijna wel een keer. Ja, en waarom wij zo vaak bij Stroop gaan eten, komt eigenlijk ook een beetje hier, hoor. Want ze hebben hier altijd heel lekker stokbrood. Kijk maar, Eline die palmt al in. Ik ook, hoor. Oh, jij ook, ja. Wie smeert er een voor papa? Mama heeft kruidenboter. Wie smeert er lekker eentje voor papa? Kruidenboter. Oh, papa bedoel je? Ja. Verstop mama. Zullen we het maar gewoon eens een flesje doen? Ja. Kom in jouw flesje doen? Nou laat je het allemaal uitlopen, hè? Dat is ook niks. Voor gemaakt. En een beetje. Kijk, dat is makkelijker, hè? Was het lekker, Junior? Ja. Oh. Ja, het past. Oh. Junior, nog een beetje tomaat? Citroen? Er ligt een stukje zalm. Niet gelukkig. Oh. Ja, het gaat weer terug op jouw bord. Maakt niet uit. Lekker. Doe maar proeven. Is die lekker? Is dat lekker? Pak het op. Papa is een beetje in de ding geweest. Ja, maar zin brood. Houdoe. Lekker? Nou. Papa. We zitten in een bakfiets. Ja, Floor die is ook mee. Die was er straks met de auto, maar nu is ze lekker met de bakfiets. Dus ik heb er 3 kindjes in de bakfiets. Junior en Madelief. En Junior dan? Junior en Eline en Guusje zijn aan het fietsen. Ik dacht dat Eline en Eline wou ik zeggen. Maar... Ja, schappig hè? Junior was net aan het huilen, nu is hij weer lekker aan het lachen. Ik weet niet waar je dan uitkwam. Eline gaat maar opeens ergens heen. Ja, Eline zoekt een andere weg, maar ik denk dat ze gewoon bij een ander huis komt. En dat ze dan terug moet fietsen. Ja. En ja. Maar misschien staan ze de weg. En dan wordt ze verdwaald. Eline is nu daar helemaal. En dan komt ze zometeen hieruit, denk ik. Ja, we hebben daar altijd wel een gekke bok. Dus. Ik weet het niet. We zullen het zo zien. Ja. Anders hebben we nu een weg geleerd. Klopt. Celine er al is. Ja. En ja. Nu gaan we kijken wat Celine er is. Dan zal ze wel staan te lachen. Ik denk het niet. Ja. Ja. Oh, dan komt ze wel naar het dakpad. We hebben een nieuwe weg ontdekt. Kom
komt ze vanuit dat pad. Ja. Ja, dus die gaan we voortaan altijd doen. Ik denk dat je daar gewoon zo in moet en dan meteen hier bent. Ja. Nou, korter dan normaal, hè? Ja, ja. Dus kunnen we het volgende keer zo? Ja. We gaan bramen plukken hier bij een braamstruik. Dus benieuwd hoeveel we er gaan hebben. Dat zijn goede bramen, hè? Dat mooi hier, hè? Heb je niet van een bakje bij? Nee. Een beker hebben we! Ja, we hebben een beker! Ja, we hebben een beker! Nee, dat gaan we niet doen. Lekker, wie wil er een braam? Ze zijn nog wel hard. Ja, ja. Zet je lekker? Kabel op. Kijk, kijk, hè. Er komt bloed uit mijn mond. Echt niet. Oh, dat is een goeie. Ja, mag die? Ja. Ik wil hem. Ik wil hem. Ja, deze. Dit is een echte. Een echte, ze zijn allemaal echt. Hier heb je er heel veel. Ja, we gaan maar plukken. Ik doe ze allemaal van mij in de beker. Hou jij de camera even vast, ik wil ook plukken. Of, Guus, hou jij hem even vast? Nee, ik ga daar met papa. Oh, papa. Wat is ze, Madelief? Ik wil nog een braam, want ik bewaar ze. Papa, ik bewaar ze. Ik bewaar het in de beker, dus geef alle bramen maar aan mij. Oh, hier zijn ook goeie. Vorige keer zag ik nog bij koken bobbertjes of zo. Hier geen kuil. Hier geen kuil. Oh, wacht maar, hier zijn geen bramen. Frambozen. Frambozen, bramen, schat. Oh, frambozen. Ja, het is een beetje moeilijk plukken. Oh, hier is het makkelijk. Ik kan er wel bij, hoor. Ik ben bang dat ik het prik. Kijk. Mag aan de kant. Dat is toch in de beker? Nee, die, ja. Die is rood en blauw. Ik kan er bij. Kijk hoe goeie ik heb. Helemaal die zijn allemaal voor mij, hè? Oh. Jullie wel ook, denk ik. Deze zijn dan voor mij, hè? Die allemaal in deze beker zitten. Jongens, die in de beker. Oh, ik heb hier heel veel goeie. Hier, papa. Ik heb er één, alleen ik weet niet zeker dat het goed is. Hij moet een beetje hard aan. Ja, ze zijn nog een beetje hard. Ja. Dat is wel prima. Ik heb nog pepermunt. Kijk eens hoeveel ik er heb. Hij smaakt gewoon normaal. Ja? Lekker. Alleen, een beetje nasmaak is een beetje vies. Ik kan het beter doen. Papa, de nasmaak is een beetje vies. Ik denk omdat het hele erge wilde zijn die niet echt zijn schoongemaakt. We zijn sowieso niet schoongemaakt, want ze zijn niet wild. Zullen we verder gaan? Nee, ik heb bloed! Dat is nep. Verder gaan. Eline, dit ziet er echt niet uit. Nou, en? Ik ben een baby geworden. Ziet het er bij mij uit? Ja, fiets maar voorbij. Kunnen we dat zien. Wat? Ze... Ja. Bedankt voor het kijken naar de vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Doem, 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 doem.